En dan doen we gewoon foto start. Dit gaat zo hard fout gaan, hè. Maar dat maakt niet uit. Inderdaad. Als het maar leuk is. Jij weet het. Ja, als het maar leuk is, met de nadruk op als. Personal hè? Best 25-6. 26-0. 23-0. Ja. Ja, die tijd van Peter, daar kom ik in de verste verte niet aan. Nee, ik ook niet. Ik reed zo maar in één keer een seconde af en ik was nog niet aan het proberen. Geen idee waarom, maar... Ik had ergens een 26-7 staan of zo. Maar ja, toch, in de race is het weer anders. 26-5, dus op zich... We zullen wel zien hoe het gaat. Bye. Ik ga in ieder geval proberen die tijd, die krabstanden te verbeteren. En dat zal wel lukken, denk ik. Maar natuurlijk zit ik nog vlak achter Mark, hè. Jongen, 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 met die kegels moet allemaal wel, ja. Krijg dat claustrofobie aanvallen van. Stij hier allemaal. Je hebt Laguna zeker toch wel dat pit exit. Ja, dat is toch weer even geleden. En ik kreeg allemaal schoen. Ja, blauwe bandjes, dan kunnen die niet zo hard nemen. Sorry. Doe me, Paul. Ik heb nog altijd de 9 uur van de weg te willen afrijden. Hop. Zeg maar. Oh. En Peter is weg. Christ. Was het geluid aan het regelen? Dan krijg je voor je kaars. Daar nog niet goed. Poel is hier te dun. Fuck, ik moet niks zeggen. Doe maar! Ik had net een kaart gevraagd of je buiten mocht komen spelen en kaart zei never! Hoe mag je buiten spelen? Nee, ik was even beneden bezig. Never! Never, zoiets. Dat is wel aan het spreken zeker. Ja, ik had het niet gezien, misschien. Je hebt nog 7 minuten. Oh, dat komt goed. Niet verschieten. Waarom moet ik niet verschieten? Ik weet het niet, zal lawaai. Nee, ik hoor nog niks. Nee, ik hoor niks, nee. Ik hoor niks. Het moet er wel nog. Nu is het hier gereinigd. Gisteren waren nog Age of Empires het doen en dat viel serieus tegen. Nee, dat was een super succes. Oh my, en dan ondertussen zat die tweeling van Cliff nog op de hak te doen. Oh jee. Ja, gisteren waren wij in Paradise overdag. Ja. Maar ik had een nacht ervoor gewerkt, dus ik heb om 7:30 mijn bed ingekropen en om 9:00 ben ik er al terug uitgekomen. Dus ik heb een uur en half geslapen gehoeten. Oei. En dan gisteravond zijn we thuis gekomen, dat ik om 9:00 in mijn bed of zo. Ja. Ik heb helaas niet in mijn bed. Ja, maar dan had die januari ga je ook niet gemakkelijk hebben, hè? Nee, want ik zat dan eigenlijk te vroegen. Ja. Dus ik had sowieso... Het zal zo wat tussen de soep en de patatten zijn. Ik ga wel even kijken of ik misschien de zaterdag verlof kan nemen. Dat zou misschien voor thuis ook wel leuk zijn. En dan... Ik kan nu de vrijdagavond wel niet meer zitten. We kunnen kaart wel gebruiken voor Counter-Strike. Dat was ook geen succes. Ja? Ja, ja. Oh my god. Join the game. Allee, toen was Peter mee, toen was het nog mee eigenlijk. Zal de god verdomme. Nee, dat is Laguna Seca. Ik
ga een keer slot doen. Om een keer een auto pakken dat ik nog niet veel gebruikt heb. Want ja, was dat nu ook wel weer zeer al. Oh, speler het komt te strakken op maar. Ja, ik zie het ook juist. Kat is juist gestopt. Die had juist dat oefening met de meisjes. Oké, krijg mee. Ook lief is snel, precies. Waar gaat het lief? Ik ben serieus. Vooral voor Peter opletten, dat schijnt. Ja, Peter is hier inderdaad, heeft hier muziek in tijd. Gaat weer een rondje doen? Ik heb een insider knowledge, ik heb maar de race gezien op Laguna Seca. Wel interessant. Oh. En René, alles goed met de stuur? Ja, gaat wel lekker. Heb je er iets mee gedaan, René? Ja, ik heb de driver opnieuw geïnstalleerd. Kijken of dat helpt. Ja, ik heb mijn tijd in ieder geval al verbeterd. De rest komt zo in de race wel. Maar die tijd van Cliff kan ik ook. Als ik wat minder dubbel zou rijden. Gaan de kegeltjes. Oei! Nee! Daar kijk René gaan. Het werkt wel precies, ja. Ja, ja nog niet helemaal hoor. Zegt hij daar. Met een 25-1. Vorige record was 26-5 René. Is iets niet goed? Even kijken, help. Ik moet ongeveer 50 frames per seconde. Geen idee wat ik aan heb. Ja, dat mag 30 frames per seconde nodig. Zeggen die van de PlayStation toch? PlayStation sucks donkey balls. Nou, ik kan die tijd vrij constant rijden, dus dat gaat wel goed, denk ik. Fuck, genees, dat is weer de kloppenman vandaag. Ja. En ik dacht dat hier Peter gewoon iedereen snel uit de ogen zou rijden, maar niet dus. Niet vandaag. Te veel geoefend? Oh, dat is jammer, Cliff. Dat is jammer. Het zag er goed uit. Ja, het ging goed. Het voelde goed. Maar... Nu het nog... Het was... Ja, voilà. Nee, het rijden, hè? Te veel. Ik denk toch nog wel 3/14 sneller kan, denk ik. In de laatste bocht alleen. Nou, mijn frames zijn weer goed. Had je toch nodig om een goede tijd te kunnen hebben. 60 frames. Weer op 120. Maar ik denk dat we René wel op consistency kunnen pakken als ik hem zo zie rijden zo meteen. Ja, dit gaat niet goed, ja. Maar rij je in de rij? Rempedaal schuift weg. Dus ai, ja, dat is lastig. Oei, wat je kegel moest doen? Ja, die moet weg voor de referentie. Oh, oké. Okay. Nou, die is toch de eerste ronde al weg. Kijk, we nog een rondje te rijden. Ah, dat gaat helemaal niet, joh. Oeh, R8, Luc. Kijken of we er nog mensen kunnen zetten. Luc met de R8? Oh jee. Oh jee. Ja. Ja. Ja,
Welcome to a world of pain, Luke. Ja. Wat van niet precies? Ja, de tijd is redelijk goed, ja. Is niet verkeerd. Je hebt ook weer iemand met een McLaren rond, alweer. Wie is er zo debiel, echt? Ja, dat is ook laat. Is meteen afgerekend. Oh man. Ah, die een witte Ferrari, nee. Met die Max. Die dat er mij op iemand heeft uitgetikt. Ah, was dat die? Ja. Is dat zo voor mij, dus ik kan misschien wel even wat revenge. Ja, dat is zo naast mij. Dus. Maar Luc, dat ziet er professioneel uit, jongen, dat je hem tegenstuurt. Nice. Hij heeft toch iets stiekem een stuur gekocht, hè? Ja, ik denk het wel, want ik moest stuur rijden is nu. Achter ons rug. Ik heb zo een verhaaltje gehoord, iets over de kerstman, dus misschien... Oh, voor de kerstman! Oh, kijk. Nice! Ja, dan kunnen de kerstman. We... Kunnen... Als tot de man een god een bonus geeft, hè. Zoiets. Wat, dan trakteerde iedereen op een nieuw stuur? Nee, dat niet. Ik wil het niet hebben. Ik moet het niet ai, hebben. Ai, dat had geremd. Ja, mooie tijd, René. Ja, ik denk alleen niet dat ik er vol kan houden, want Stan moet om 9 uur naar bed. Dus, oh. Ja, die kleine, dan wil ik zeggen, die kleine is ontdekt. Ik niet, hè. Nee, dat snap ik. Hé, hey, maar wie moet die inlijsten? P1? Ja. Nee, niet P1. Oh, jawel. Jawel, die eerste is gestopt. Oh ja, dan moet ik even een screenshake doen, hè, want dat komt niet vaak voor. Ik heb al 26 man nog. Goed bezig, jongen. Mooi. En dat is eigenlijk geen klein rondje. Nee, oh, de A1800, een Amerikaan, die Allman-dinger, die gaat ons gewoon hier kwijtrijden. Let op. Die denkt gewoon, ik pak ze wel in de rij. Nee, want jij redt met de McLaren. Ah, nee, toch niet? Hij is een Lambo. Nee, Lambo. Nee. Dus die is een connectie van iets van dat. Staan, zeker. Ja. Nee, dat is een Amerikaan, dus ja. Ping is wel gek. Ja, zo rekenen op Silverstone werd ik helemaal gek. Dat is een heel slechte ping, hè? Hij heeft al Britten. Nou, we zullen het wel zien. Zo'n warper. Wel sukken. Nee, die rijdt met mijn Lambo. Wel, die vierde is ook niet slecht. Is ook niet goede ping, precies. Dat is echt een McLaren. Ja. Audi al, dat is hoog. Ja, dat is een Tsjech, dat schijnt. Foto to kick. Ja, misschien wel, hè. Nou. Succes. Succes. Denk ik. Enkel gecondoleerd alvast. Is er geen lamp? Dus... Hey, ja, oh, daar zijn ze. Oh, daar gaat een bocht. Ah, honk. Ja hoor. Ik kon er mooi tussendoor. Hé, hey, ik moet terug naar mijn positie 10 jaar, anders dat was even. Hey. Dat is zo mooi ontweken. Tot zover de eerste plek. Ja. Steeds met die Lambo die deel van klappen. Sorry Peter, ik heb een beetje van de zwakte geprofiteerd daar. Oh nee, maar die andere die voor jou rijdt, die zelf is mooi. Pak hem, zeg hem echt zo'n beer zijn plaats af te dwingen. Kom op. Wow. Sorry. Nee, maar niet uit. Ik kon hem nog ontwijken. Ah, oh, nee. Wacht, maar ik rek eens nog even binnen. Gaat het nog geen even onder die stop? Nou, ik zit op de zevende plek onder deze.
Dun & Burn naar zijn rage quit vinden voor een keer, of? Ja. Wel de lieve Mark. Altijd lieve. Het lag niet in hem, het lag in zijn materiaal. Dat was echt, iets mis mee. Mm-hmm. En dat was. Dat was meer gevraagd, dat je je TD's kan. Oké, ja, maar je mocht net zo lief tegen mij zijn als ik ben tegen René. Dat is waar, hè. Voilà. Dat kan nog niet anders, hè. Dus ik wil het niet meer bijlaten gaan. Je moet er moedig zijn, deze bocht. De volgende bocht moet er voorzichtig zijn, maar de meeste mogen moedig zijn. Nummer 3, Max, is al een kanon. Ja, 1 seconde. We gaan met 3 door de eerste bocht. Oeh, dat is pittig. 1-26-1. 25-0. Oh, mooi. Oh, netjes. Mooi. Eens kijken of Cliff tot een foutje kunnen dwingen. Ik ben niet zeggen dat een foutje aan het maken. Ja, maar een echt foutje. Niet alleen een beetje zand opgooien, maar echt bunen inrijden of zo. Zoiets. Echt doorgaan aan de korstje. Het is niet dat ik jou niet moet, Cliff, maar ik wil winnen. Top gast. Wel een seconde fout. Oeh. Nee, inderdaad. Hier is er de kantjes aan het afrijden. Letterlijk. Ja. Tijdens nog 24-4. 1-0-6-4. Ben je zo? De hut staan in het kanon. Dus al 1-22-1. Uh-huh. Sure. Allee, come on. Als u een cat maakt. Ah, shit. 1-29-2, maar ik moest weer slow down doen. Als ik de kantjes ervan af moet rijden. Oh, 1-29-2 is mijn potential. Kom nog in, hè. Oh, dan echt wel een naald los als ze maar direct zit. Jeetje, yep. Oeh, is het leuk om op de gebied te rijden. Dat is hem bijna kwijt. Maar die open die niet aan mij. Ik heb het als zand hier. Ik kan even een curb staan en pakken. Oké, okay, even 4 wielen van de grond in de corkscrew. YOLO! Dat is de route. Oeh, nee. Ah, weer al van de baan daar. Oh, sorry. Dat had ik niet gezien, sorry. Shit. Zijn we ook al van de baan aan het rijden? Ik ben niet van de baan aan het rijden, ja. Ik ben er niet trots op. Zo, ja, ik kan niet gezien, dus erg. Nu komt er nog zo zuiver langs. Ja, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk. Ik kom er heel schoon langs. En toen ik zag was klaar. Wat mijn tante was, dat je mij nog toeduwde, had ik niks gegeven. Dus. Ik zelf.
Ja, ik heb hem, tweede. Yes. Ja, zie je die AJ, die rijdt er nu vlak achter mij, hè? 24-9. Nice. Mooi weer. Yes. Oei, maar dat is veel te veel naar rechts, jongen. Sorry. Nee, dat was mijn fout. Ik was van de baan gegaan. Ik bedoel, de contact gewoon. Ja, dat was ook mijn fout. Dat bedoelde ik ook. Dat was niet mijn fout. Ja, ze was iets te ver, die curve, dan vind ik echt niet leuk. Maar toch, we gaan een keer vooruit geraken. Sorry AJ. Kegels op de weg. Ja, links, kom maar. Dank je, Mark. Alsjeblieft. We werken nog van onze safety rekening. In het water. Nu ben ik aan het kooien. Okay, we've got some pressure coming from behind. Start thinking about the fence. Maar je 4 uit is echt een goal. Ja, het gaat hard hier. En dan doe ik dit. Oh nee, oh. Man. Oh. Kom maar. Ja, vanaf plek 2 dit. Supersnel, Cliff. Ja, ze van jou. Remaining.
Oh, mijn jongen, straat. Nee. Je moet gewoon achter mij blijven, dat is gewoon, ja. Dus kon de penalty en hij niet, dus... Oh, fuck het zonde. Doe maar! Oké, lovely job. That's your fastest final sector so far today. Keep it up. Ik heb 24-4, alleen het komt er niet echt uit, hè? Dus zo inconsequent is wel. Ik heb hem. Bezig, Cliff. Mooi. Ik zal wel commentaar krijgen, denk ik, zo'n beetje. Zo zijn wezens. Een seksueus op een plaats waar het niet mogelijk te zijn. B4. Niet ontevreden, maar ja. 25-0, daar zit meer in. Oh, dat ben je. Ja, dan gooit hij iemand kapot in de pins of zoiets. Ja, dat weet ik. Nee, ik kom niet in mijn ritme. Consistency was echt drie keer niks hier. Nee, maar inderdaad wel mee, maar ik heb te veel foutjes eigenlijk. Kijk, als ik één keer tussen de andere racers inkom, dan heb ik gewoon moeite met lijnen rijden en toch mensen voorblijven. Want die AJ die was echt super snel. Ik kwam gewoon zo los naar mij toe gereden. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Oh, en weer 3 punten kwijt. God, oh nee, juist. Stom met een blitz. Ja? Mooi gedaan. Dank je. Man. Maar Cliff, we zitten niet ver van elkaar, jongen, qua snelste tijd. Nee, helemaal niet. En er zit er veel meer in.
Nog ja, veel meer. Ja, zeker. Ik heb op sommige sectoren echt nog wel sneller gereden dan de snelste tijd. Maar yep, ja, het valideren, hè. Ja. Terwijl ik al meer heb gingen oefenen. Ah, kijk, dan gaan we er een doen die we vorige week al gedaan hebben. Gaan we Sjoe nog eens doen. En zijn er al vrijwilligers? Vrijwilligers? Voor? Ja, om een bug te krijgen. Ja, ik? Nee. Jezus! Robby zit vol! Oh, dan moet ik een andere auto kiezen. Nee, dat doet met die AMG ook wel. Robby. Ja, tuurlijk! Right. Yes. Maar jezus, wat een volle... Cliff, you need to apologize. Need to apologize. Wow, super dirty. Cliff, you need to apologize. Nee. Sugo met 16 man. Of wat was het? Oh, dat wordt er pijn. Ja, het is gewoon goed te kwalificeren voorin. Goed starten. Nee. Of van achter beginnen. Gewoon van achter beginnen en laat de rest maar fouten maken. Dat gaat mijn tactiek worden. Ja, dat kan ook wel. Eerst mijn hut goed zetten. Ja, ik ga het gewoon rustig aan doen. Gewoon een rustig cruise rondje dat we in ieder geval een tijd hebben. En dan gaan we gewoon lekker van achter beginnen. Het waait wel lang, of ligt hij mee? Ja, hier ook. Ja, hij gaat weer verder. Ja, we zijn er. Ja, inderdaad. Ready, kunnen we gelijk. Ah! Kunnen we niet gelijk, ja, wel gelijk. Achter Mark aan, of voor Mark zelfs nog? Ja, ik... Nee, achter Mark wel natuurlijk, hè. Ja. Maar je zit in Ferrari. Uit gezien. Wow. En nu zeker. En ik ook. Dag jongens. Het was René, hè? Dat is gisteren voor die week. Snel was het. Ik ben nooit ergens snel, ik geloof, dus dat zal ik niet doen. Jawel. Jawel, super. Daarnet, lag u nog zeker, ging het prima. Ja, maar toen had ik van eerst stand gereden. Oh! Hey, die Audi moet vroeg gaan, Cliff, sorry, daar kan ik niks aan doen. Nee, ik Het duurt gewoon voordat die de banden goed zijn. Dat is ook maar een kort circuit, hè? Ja, dat is waar. Oeh, die Audi is weer zo leuk als vorige week op Oh man. Let's do this shit. Leuk, maar niet snel, dat onder weet je. Nee, maar dat maakt niet uit, als het maar leuk is. Sorry, ik leeg als ik in uw weg ga. Nee! Ik ben de rest in cash, dus mijn tijd is niet goed hoor. Steek je vooral niets van mij aan. Het gevoel op Sugar was vorige week beter. So.
goed. Return to pitbox. Hoor het. Volgens mij had Luc hier in de 27 staan eerst, dus hier kan ik mijn leven. Even pissen, ik ben zo terug. Oh, dat zit tegen elkaar. De eerste drie. Dat is dicht. Dat is dicht genoeg. Ja, ik rijd me waarschijnlijk toch wel voorbij. Echt. Binnen 1/10 de eerste drie. What the fuck, jongens. Hoppa, kijk hem daar. Daar gaat er veel tijd van af. Goed bezig, Peter. En met de Ferrari, Peter? Ja. Beetje. Ja, ik weet ook niet hoe hij dat doet met die Ferrari. Echt niet. Zeker weten als Peter een andere auto zou kiezen, die ongetwijfeld nog sneller is. Zoals de R8, Peter. Ja, maar die is fout gevoelig bij mij. Misschien ben ik... Ja, maar Luc had daar goede ervaringen mee net, hoor ik. Ja, dat zag ik verschillende keren, ja. Met de controller iets minder. Dat is nu allemaal roze geur en maneschijn. Ook zo'n toilet. Het zal ook niet allemaal roze geur en maneschijn zijn. Ah. Grappig, de top 3 rijdt gewoon een goed rondje en zegt dan wat, dus we doen het, hup, begin. U3, hoor. Ik denk dat Luc te lang uit de running is geweest. Mogelijk. Maar ik moet er even 2 seconden afrijden, alsjeblieft. Waarom? Er staat in de top 10 als die andere twee ook nog kwalificeren. Staat toch in? Oh, ja. Ik vond dat ik het niet slecht had gedaan met mijn 5,8, maar ja. Nee, dat is ook niet, Maar ik vraag, het is maar een verzoek. Ik heb er nog 10 afgehaald ten opzichte van vorige week. Ja. Luc, je zegt je rijdt mooie lijnen, je rijdt hem helemaal de curbs op en zo. Dat is wel mooi om te zien. Zo. Kijk. René komt erbij, en Luc komt erbij. Dag, Pedura top 5. Foto. Kom op Mark, je kunt het. Een secondje of 4 moet er nog afrijden. Ja, nee, ik denk eerlijk gezegd dat ik mijn toptijd hier ook ooit heb gereden met de Ferrari's, hè? 21 en een beetje, maar gezien dat vlak als dat gezegd is al lang geleden. Of te weinig gereden gewoon. Ja, kijk, jij bent er een paar weken uit geweest, hè? Ja, inderdaad.
Cliff had het ook zo weer te pakken hoor. Dat duurde een weekje of drie en Cliff zat er weer bij. Maar wel bij mij is het een derde week al, dus ik had... Nou, dan is het volgende week. Ja, maar ik heb ook tussentijds, tussen de sessies, dat wij doen niet veel gereden, of niet gereden eigenlijk, dat scheelt hem. Dat doe ik nooit. Ja, dat doe ik ook nooit. Ik rij alleen onze maandagavond sessie, dit zit heel af en toe time trial, ja. Niks, doe ik alleen dit. Ik heb alleen de laatste keer op Laguna Seca mijn touringcar gereden en dat was niet zo'n succes, man. Lekker driften toch? Ja, maar dan zit toch in je gevoel zitten rempunten of net iets bochten anders als anders. Dan moet je vragen hoeveel je op die... Maar toch moet ik zeggen dat het op elk circuit wat ik tot nu toe doe, de rempunten niet heel anders zijn. En dat maakt het niet uit of dat je Formule A of deze rijdt, de rempunten zijn ongeveer hetzelfde. Maar ik bedoel de handling en hoe je de stuur en... Je moet wel, zeker met die touringcast, moet je echt tegensturen. Die gooien zich driftend de bocht door en dan moet je tegensturen om er weer uit te komen. Ai, die vierde zit er tussen. Ja. Jurgen rijdt mooie tijden. Ja, precies. Daarom staan wij bovenaan, maar de rest niet. Die zijn niet gewend om met de default zitten te rijden. Is 1.20.0 is er een record? Dat is een record, ja. We zullen twee screenshots moeten nemen, ja. Ai, maar ik... Hard, ik ook proberen. Maar ik vind het, best goed gedaan, Mark. Mm-hmm. Ja, in 1.23 niet slecht, hè? Ja, dan sta ik ook op de laatste plaats. De tijden geweest dat ik dat ook gereden heb. Oh, drie Amerika. Ja. Nog niet zo lang geleden. Allee. Ready, jongens? Succes. Ja, het zou ook kunnen dat die Amerikanen mij dus goed proberen af te tikken. Maar, ja goed. Zijn dat dezelfde als straks? Nee. Nee, daarom. Dus... Allee. Succes, zou ik zeggen. Ja, gecondoleerd. Ja, yeah, wifi is zelf. Dat kan, sportvriend. Sinking? What are you thinking about? Ja. Oh, Cliff. Oh, wow. Lekker meteen in zaten. Dat is een Amerikaan, want de Amerikanen zijn een ping. Jongen, wat een rode alles. Jezus, ongelooflijk. Dat is niet leuk, hè? Maar zo kan ik ook zo. Dus ja, dat vond ik niet hoge ping. Ik kan hij zelf niet echt veel aan doen. Ik had een andere hobby kiezen. Ferrari, ja, die telt je gewoon eruit te geven. Sportsvriend was dat. Sportsvriend mag een beetje plat maken. En houden. Maar dat tipt, sorry. Dan ben ik niet Paul, Luc. Ik ben rechter Paul. Nee! Oh, dit haal ik zo. Ik ook. Ja, dat heb ik weer van de baan geduwd eigenlijk. Van de baan, ja, ik zag dat hij gaat vol met die kast. Allee, Mike. De roep gaat eraf, pas op. Oh, manneke. Help! Dat is niet erg, is niet erg. Als het gewoon recht van achter is, dan is het allemaal niet zo erg. En terug laatste plaats. Ja, ik krijg ook een stukje seconde, Mark, hier voor u. Oeh, dat was een mooie inhaalactie. Dan het weer goed. Ik heb er toch niet met afgerust met de sterkte trouwens. Nee, volgens mij niet. Ja, oké, dat is lekker mee. Potential 23. Oh, de achter mij is hier aan de start. 19-4. Potential. Ik zit er wel een koud over de circuit.
zeg je? Kijk, er zitten een paar dames op het circuit. Die 4 en 5 komen los, kort voor de Rosex. Ja, het is hier heel dicht bij een groepje van 7, 6, 5, 4 precies. Hier op een serieuze manier, eerlijke manier weer bij te steken, niet gemakkelijk hoor. Nee. Oh, ik ben net eigenlijk zonder probleem voorbij gekomen bij 3 en 4. Ja, dan heb ik nu, ik heb maar eentje. Ik had 9e plaats kunnen pakken, dus sluip ik hier. Doe maar. Allee, kom op, ik moet echt naar plek 2 toe kunnen rijden, dat moet geen probleem zijn. Ah, shit. Ontzettende mogelijk. Ah, kom terug, man. Oh. René. Ik heb u even geraakt aan het einde, maar het was aan de water geslipt, denk ik. Nee, ik was al aan het sluipen daar. Ik weet niet wat dat is, maar als er voor iets van rook is of zo, ja. Dan lijkt het wel alsof die auto niet meer. Ja, en... Klinkt zo. Oh, we zijn erin in de weg. Ja, dat ben ik. Kijk, weer een tik. Die 5 of wat? Ja, die sportsfreund. Is die zo agressief in de bochten? Dat je de deur toe, of wat doet hij? Ik denk dat hij het leuk vindt, ja. Nee! We zijn er bijna. Voor mij. Ja, 5 is eraf. Ja, natuurlijk word je duwde. Dan vliegen ze allemaal van de baan af. Godverdomme!
actie, Peter. Dank u. Van nummer 1 is aanval. Ja, ik, sommige stukken rijd ik hem echt bijna dicht, maar andere stukken rijd ik gewoon kwijt voor mij. Dus echt aanvallen zit er niet in. Damn it. En door even afstand. Ja, nee, hij ging in 50 frames. En ja, dan ben ik er gewoon kwijt. Oh, fuck. Maar goed, hij doet het wel. Warmte? Geen idee. Ik heb cool genoeg. Misschien zit dit ook geen update onder water te komen. De bal. Jeff, wat is gebeurd? De eerste bocht afgesloten. Een rimfout. Ik bedoel ook dit dus. Mooi. Netjes, Paul. Zijn we nog niet. Een beetje revenge sport ook wel naar vorige week, hè? Ja, dat is.
go. De ronde die eerst een dubbelhard tegenkomen, hè? Nee! Dat nee! Nee, dat zit ik er niet. Het is nog eentje die achterkrijt maken. Ja, ik weet het. Ga er maar van de weg af. En die BB drie keer gedaan. Het liefst steek ik hem niet voorbij eigenlijk, maar dan weet ik niet of ik die achter mee kan houden. Wat ben ik mijn mening? Oh, daar gaat hij netjes voor ons aan de kant, nice. Die nummer 2 die is, heeft mooi gereced bij mij. Clean racing. Ja, het is een goede rijder. En deze die dichter te doen hebben. Ja, die doet ook weg. Ja, deze is binnen. Poeh, dat moet ik mijn beste moeten doen. Mooi, gefeliciteerd. Ja, mooi man. Zeker verdiend. Kijk hoe sneller het is, Peter. Ja, dus we zijn een slechts op finish in Raar. Ja, je hebt er net... Oh, ik had 1 seconde straf, René. We hadden dezelfde tijd. Maar ik had 1 seconde straf, of niet? Maar we gelijk over de finish. Ja, ik 1 seconde na jou, exact. Dus volgens mij hadden we... Oh, dat zou ik in de replay moeten doen. Maar je zat er nog achter, nog niet? Of, Nee, naast. Daarnaast? Ja. Oh, oké. Maar dan is het precies op de 1000ste seconde geweest. Ja, zo doet het wel, want ik zat zeker 1 seconde achter jou. Ja. Ja, ik nam die bocht wat meer aan de binnenkant. Als je hem wat minder besnijden maakt, dan minder meters. Nu gaat de verzekeringspapieren bij. Kijk, dan is het goed. Maar jij hebt nog achter me gereden, Peter, of niet? Ja, ja, stuk, ja. Ik ben achter je gefinisht, omdat ik een penalty had. Maar... Wat voor verschil is hier dan? Pak ik de Apex niet mee ofzo? Ja, die laatste bocht zeg maar, ja? die snij je van buiten naar binnen aan, maar die moet je gewoon een beetje aanremmen. Maar die moet je niet aanremmen, die moet je gewoon zo 24, strak naar netjes binnen gaan gooien. Netjes Mark, netjes Mark. Ja, 24-4 ja. En dan 23-2, dus ja. Ja, dat is altijd afwegen met die snelle, hoge snelheidsbochten. Dus nee, altijd, die niet. Die is traag omdat die naar boven gaat. Oké. Okay. Dus je moet daar gewoon zo min mogelijk meters af. Maar, af dus kort langs de kant houden dan? Ja, zo kort mogelijk. En die andere dingen? En niet remmen, want anderen zie ik remmen, maar dat is nergens voor nodig. Je moet gewoon scherp wat wil je zeggen? Ik rem nee, maar nee, dat zou de anderen wel doen. Ik laat alleen even gas los, zeg maar. Dat is het enige wat ik doe eigenlijk. Bij de nee, maar verder liep die toch wel goed, René. Barcelona. Alleen Barcelona. Die eerste bocht misschien. Die eerste twee bochten achter elkaar. Man. Maar verder ging het wel goed. Oké, nou, die eerste twee bochten, die pak jij ook over de curbs, of niet, in de binnenkant? Ja, die deden we nagenoeg hetzelfde, had ik het idee. Alleen okay. die daarna komt, nee, de vierde, zeg maar, ja? Daar moet je ook veel meer de apex halen. 1570, daar gaat een goede kant. Dus voor de chicane. Ik heb weer veel, Paul. Peter, die voor de chicane? Evenveel. Ja, daar gaat een goede kant op, hè, Jan. Ja. We staan allebei op A1570, alleen naar de gouden bronzen en ik. De zilveren is daar zeker. Ja, inderdaad. Dus ik heb hem op 10 minuten gezet voor de race. 10 minuten qualifying, 10 minuten race. Oké. Zullen we maar gewoon gaan, hè?
Nee, wie is nou niet juist weggegaan? In de proef. Niemand van ons, denk ik. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, nee, ik bedoel, in Mumble. Ik bedoel, away from keyboard. Iedereen hier, of wat? Ja, iedereen is er. Ja. Oh, sorry. Test, 1, 2, 3. Ja. Hallo? Ja, Peter, nee, ik versta je niet. Peter, moeten we niet wachten. Geen snel genoeg. Ja, dat was echt een goede revenge voor vorige week, Peter. Oh, Peter klinkt van ver. Het is hier gegund, is dichterbij. Ja, dat is beter. Ja. Vehicle record 1.42, what the fuck. Ik heb hier nog geen data. Nee, ik ook niet, dit heb ik nog nooit gedaan met GT3. Nee, dit vond ik met Formule A al zo lastig, dus... Het zal niet veel beter zijn nu. Dat we die wel gedaan hebben met GT3, zit in deze. Nee. Ja? Nee, maar in ieder geval niet op de website, zal ik het zo zeggen. Ik denk dat je best wel goed ziet. Misschien moet je elkaar zien. Ja, in de eerste hebben we hem wel gedaan. Nee, is gewoon met FA. Hè. We hebben best wel een paar keer gedaan. Ja, met FA hebben we hem in de eerste wel vaker gedaan. Ja. De tweede ook. Ja, trouwens in de tweede ook al wel eens. Nee, we zitten met een Audi en een Audi. Nee, dat ben ik. Dat ben ik. Ga jij weer met de Audi? Ja. YOLO. Want omdat het kan. Of moet ik het zien? Kom dat ik hier deze vind ik niet deze auto hier eens een kans geven. Ja, dat vind ik heel verstandig. Want het is echt een leuke auto, maar ik moet. Ja, dus... op de limiet ga je versnel te zijn. Is dat niet meer een auto? Ja, maar met die Audi is dat. Als je er net over zit, gaat het mis. Ja, daarom ga ik er niet aan. Ik ga dat er niet voor. Dat was een aparte lijn, Luc. Ja, blamantjes, hè. Oké, bijna rechtdoor, dat is een soort kuur. Pas met de Formule C, ja. Deze bocht, die haat ik zo uit, die scherpe bocht. Ja, hij is gewoon beheerd. Maar ik heb niet eens gewoon een paar bochtjes van jou weggekregen. Ah, maar ik let toch op de remlijn op de weg. Ja. See mate, als de blimpen bent. All we need is one clean fast lap. Let's take the pole. Ja, deze engineer is wel Captain Obvious. All we need is one good lap. Ja. Nee. Oh, klep, je hebt stoer. Ja, maar niet snel, hè. Met stevig filmt. Toch moet die bocht vol gas kunnen. De laatste polen. Zij pol vanuit de serie. Het is last, famous words. Nou, het ligt er ook al naast hoor. Nee. Oh. Voor die chicane moet je dus echt remmen dan. Oh, stiekem. Come on. Die schuiven draaien. Ik ben 48 denk ik. Geen idee.
48-0. Oeh, dat kan ik nog veel langer naar je zijn. Bro. Ik zeg toch van! Ja, maar niet zo vroeg, man. Stomme Hollander. Goeie knade zeg. Ik pak naar de binnenkant. Ik denk, hij pakt ook de binnenkant, laat ik de buitenkant nemen. Oh, dan ren ik hem daar maar uit. Dan gaat hij ook dat maar. Ach, maak je even. Race voor hem. Ah. Ik zet wel in een snelle rondje, ik weet niet wie voor me zit. Kom maar, kom maar. In 47-0. Ja, daar zit er zeker in, maar niet zoals ik nu aan het rijden ben. Verdomme. Daar hoor ik graag. Kom maar langs, broer. Yo, thank you. Nou, dat had een goede tractie, hoor. Nee. Dat kan een goede exit dan. Oh, zo. Oh, te veel. Nee, dat maakt niet uit. Jij ook? Ja, ik ook. Nee, ik reed achter jou, volgens mij heb ik. Door, dan heb je weinig ruimte gehad, hè? Ja, ik denk toch dat de ene naam kan je doen als je zo dicht achter elkaar gaat, waar je last van krijgt. Nou, dat mag eigenlijk Sabine reed er niet in. Nou, het valt niet heel erg tegen. Beter dan even met de A in ieder geval. Ja, dat vind ik. Dit geloof ik wel, maar het zit er zeker wel in. 47-0-0-0. Ja, nog één rondje. Pittig, hè, Luc? Soms is die wel graag in Audi. Daar redden niet vaak genoeg. Ik vind hem heel voorspelbaar. Als ik er langs vlieg is het eigenlijk altijd mijn eigen schuld. Kijk, met een controller is je moeilijker te controleren, ja. Ik voel minder, maar ja. Ja. Ik heb daar een excuus eigenlijk. Ja. Dat is zeker een geldig excuus. Mark, ik vind het heerlijk dat je altijd foute foto's meemailt. Mooi, hè? Frisky was er ook verschoten van verschoten. Ja, Pier ook. Wat was dat dan? Ah, ik ga het zand in. Godverdomme. Waar verschiet ze? Die foto's die gemaild zijn. Ja, don't open the mail. Of ja, of ga het eerst zitten voordat je dat doet. Oh jee. Was het beter, ziet er ook goed uit, jongen. Die
Erik en Peter. Oh my god. Om de nostalgische gevoelens nog eens een keer op te wekken bij iedereen. Oh jeetje. Ja, maar ja. Ik moet zeggen dat ik zo'n remote land party wel beter vind eigenlijk. Ja, dat is ook. Maar dan moet wel iedereen zich houden aan zijn schema natuurlijk, ja. Hè. Ja, en op zich hebben we dat best goed gedaan. Ja, we goed gedaan. Amai, ik was tot recht op te kijken. Ja, ik vond het heel handig dat jij dat schema gemaakt had. Dat scheelt wel heel veel. Ja, maar het schema kan beter, maar je moet altijd zelf iets maken. Nee, jij zit de Excel koning, jongen. Nee. Hoppa, Peter rijdt er naar P2. Zit die nummer 4 rijdt in de McLaren, hè? Of all places in de McLaren. Oh my fucking god, stuurt Frisky. Hoe wordt hem hier? Nee, ja. Dat is een kwalificatie nog. Je hebt nog geen randje voor. Ah ja, oké. Ga je naar mijn kwijt? Zwiet. Mooi taart, Cliff. Hoppa. Ja, ik heb nog een juiste minuut. Een Drift King is de eerste. Ja. DK. Maar goed, ze zijn allemaal toch wel aardig dicht bij elkaar. 9, ja. 7, 9, 8, 5, 3, 0. Er zit veel meer in. Ja, er zit echt veel meer in dan dit. Ja, die indruk had ik ook. Ja. We gaan dit doen, hè. Ready? Ja. Ready? Cool. Ja. Die moet ik klaren op 1, man. What the fuck? Maar de McLaren kunnen gewoon niet snel zijn. Dat is echt veel anders. Ja, ons gebrek aan skills dan, denk ik. De start was wel wat minder goed. Ja, daar kwam er eentje die bleef stilstaan. Riff, dus ik ben net niet sneller als jij, jongen. Ja, ik zie het. Je zit aan de binnenkant. Dat is een fantastisch dag. Oh, Luc. Zoppa, Marika, zijn er twee gespend, hè? Ja, ik ben er nog bij. Oh. Sorry. Ik geef ons er wel uit, dan moet ik nog meer opstaan. Dat was wel niet zo goed. Volgende keer doen we de deur toe, ze. Ik verloor van de baan. Ja, maar ja. Het zal toch Peter weer niet zijn, hè? Ja, maar ik schoof naast de baan, toen was ik een kwijtje. Eerst dacht je gewoon dat je de kippel volledig weer bij mag, denk ik.
Yep. Terwijl Cliff daar nog ging. Oh, dan moet wel een René inhalen en Cliff, hè? Oké. Okay. Nee, ik ben niet. Ja, maar ik... Oké. Dat komt goed. Ah, zo. Voor het gevecht omheen moet ik eerst René en Cliff inhalen. Hé, hey, waarom is hier opeens die zwarte streep op de weg? Dan is de wereld heel mooi en dan weer in één keer niet, hè? Maar ja. Je zit er toch aardig bijna, toch? Allee. Die! Ja, dat is hier zo. Verdomme, hè. Jongens, wat een hoop gevloek en een geroep. En ik steek nog niemand hier voorbij. Oh. Dat is Barcelona, okay, steek niemand voorbij. Nee, ik steek mij alweer voorbij. Dat was een hele korte duur. Ja.
30-0. Oké. Okay. 52-7. Ja, ik heb wel niet meer even aan, maar die GT3 zie ik ook. Het zijn te veel curbstones, die Audi wordt daar veel te onstabiel van. Oh, fuck. Wat, dat wordt zo niet misdaan, kijk. Final lap. Voor de P2 weer. Het was een stom bochtje, oh. Ik weet het. Ja, dat ging net goed, echt links. Ja. Ik zag even niet waar je zat. Ik denk die zit gewoon links van. Dat stort er op. Ja, dat wil zeggen dat ze te traag is eigenlijk, hè? Ja. Mochten we de eerste niet gaan nemen. Oh fuck. Dassen. Houd die mich nog in, die Hollander. Oh god. Toch nog een 47-1 had gepast. Hij is 47-005 heb ik staan. Dan heb ik een snellere tijd. Ik heb 000. Ja, je had 000, ja, dat klopt. 47-7. Ah nee, maar Peter had snellere tijd. Ja, dat is nog weer een. Dat doe ik hier mee. Wow! Onrecht. Dat moeten we vaker doen, Barcelona. Zitten heeft wel wat. Oh god. Ja, ja. Schat. Hey, ook niet slecht. Best lap. 1 seconde, nog geen 1 seconde achter René. Netjes. Mooi hoor. Hey. Goed bezig, jongen. Goed bezig. Goed, ik zet het filmpje stoppen en we uploaden. Hij is daar geen referentie meer naar Mark, hè? Dat weet je.